Goedemiddag, goedemorgen. Het is vandaag maandag. En ik ben vandaag wakker geworden in Alanya. We zijn eigenlijk gisteren aangekomen. Gisteren vroeg. Maar toen hebben we eigenlijk met z'n tweeën besloten van... We gaan gewoon van deze dag even genieten. Zonder camera, zonder te vloggen. Gewoon even tot rust komen. Na al die tijd dat we niet op vakantie zijn geweest. En ja, het was gewoon heerlijk. We hebben lekker gezwommen gisteren in het zwembad. Een beetje gekeken hoe het hotel een beetje eruit ziet. Het is onze eerste keer in Alanya. We zijn altijd heel, we gingen altijd eigenlijk naar Antalya. Onze eerste keer dus in Alanya. En ja, ik vind het hotel echt heel erg tof. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat de hotels in Lara, Antalya, echt gewoon veel mooier zijn dan hier in de buurt sowieso. We hebben heerlijk gezwommen. We hebben daarna heel veel gegeten. Ik heb zoveel gecheat gisteren. Ik heb echt zoveel toetjes gegeten. Niet normaal. Vandaag heb ik het een beetje rustig aangedaan, want ik had een beetje last van mijn buik gelijk. In de avond zijn we naar de stad gegaan. Even Alanya een beetje verkennen. Het is best wel ver trouwens van het hotel. Want wij zijn echt best wel ver gelegen van het centrum. Even Alanya een beetje verkennen. De stad. We hebben heel veel gelopen. Ik ben echt van plan deze vakantie gewoon heel veel te lopen. En we hebben de dag een beetje afgerond met een toetje. Ik heb echt een heerlijk toetje besteld bij Mado. En ik heb er echt gewoon echt van genoten. Dat was gisteren. We zijn vandaag niet zo vroeg wakker geworden. We hebben echt uitgeslapen. Was ook echt super lekker. En we gelijk gaan lunchen. Ik laat jullie even zien wat ik heb gegeten. Zwaar. Ik laat jullie even trouwens het uitzicht hier zien. Het is echt een hotel die gewoon perfect gelegen is aan het strand. Het is warm, joh. Dit is het uitzicht. Heerlijk. Dit is ons hotel. Je kan hier ook echt lekker liggen. Ik ga straks denk ik hier ergens liggen. Ik wil eerst zwemmen in het zwembad en daarna gewoon lekker aan het strand. En dan ga ik lekker een boekje lezen. Heerlijk. De avond is hier ook echt zo mooi. Ik luister deze badpak aan van LA Sisters. Ik ga even kijken wat ik nu aan ga doen. Ik vond het wel echt super chill. En hij stond echt zo mooi. Kijk, dit is mijn badpak van LA Sisters. Hij zit echt super mooi. Ik ben alleen bang dat ik dan zo'n streep krijg op mijn buik. Want gisteren heb ik niet echt heel veel gezond. Maar daar ben ik vandaag wel echt van plan. En dat ik dan hier zo'n streep krijg. Maar hij is wel echt super mooi. Volgens mij heb ik nog een kortingscode bij LSS. Dus dat is Miriam. Maar ik ben hier echt verliefd op. Weet je wat echt gek is? Na één dag koolhydraten eten is mijn buik echt zo erg opgezwollen. Niet normaal. Ik had echt een veel plattere buik op de eerste dag. Gewoon één dag. Sim is terug van de gym. Yeah, ging het goed? Ja, maar de internet was zo kut. Dus ik kon niet muziek luisteren. Oh echt? Ja. Nee, dat is niet oké. Waarom? Kom, je mag me insmeren. Oh, dat is mijn hoogtepunt van de dag. Deze ruikt trouwens echt lekker. Goed, hè? Vergeleken met andere. En zo heerlijk mijn gezicht ingevet. Want ik weiger gewoon om zonder SPF te gaan zonnen. Het liefst had ik nog een hoed meegenomen, maar die ben ik dus vergeten. Je had thuis een grote hoed. Ja. Was dus, ik flikkerde net bijna. Er was dus net helemaal geen plek bij het zwembad. Hi, welkom bij de Ahmadi vakantie. Wij zijn nu op zoek naar een plekje om te liggen. Zoals jullie weten hebben de Nederlanders al de plekken aan het water overgenomen. Om 7 uur 's ochtends met handdoeken. Wij gaan nu richting het strand. Dat is hier ook best wel leuk. Alleen ik vind het zoutige water maar niks. Maar Nessie vindt het helemaal geweldig. Weet je wat kut is? Gisteren kreeg ik zo'n slok zout water in mijn mond. Allee, ik stik er bijna. We zijn hier naartoe gelopen. We gaan gewoon lekker... Hier zwemmen in zout water. Heerlijk. Ik wil geen mensen filmen, dus ik film even de andere kant op. Nou, wat heilig. Lekker, hey, Nes. Lekker. Oh, lekker, lekker, lekker. Allah. Hij is lekker, hè? Dames en heren. Dit is Miriam de Turtle. Miriam gaat zo zwemmen. Laat weten in de comments of jullie vinden dat Miriam zwemt als een schildpad. Jalla, duik! Helle! Helle! Habibi en die. Wel, ik geniet ervan als ik jou zie genieten, schat. Habibi. Hey, kom, ik ga mijn snorkel pakken. Aan het strand. Het is nu even tijd om te eten. Ik heb even een heel lekker gezond lunch gemaakt voor mezelf. Ik heb dit uitgekozen. Hoe gezond is dit? Lekker gegrilde kip, kaas, salade. Net zo eens even gaan halen. En hij vond precies hetzelfde gepakt. Jij doet me altijd namelijk alles, ik zweer. Ik heb geen bestek. Oh, waarom? Napert.
wij zijn... Het was lekker, hè? Net zien we alweer grappig zijn. Wij zijn inmiddels op onze kamer. Ik heb gedoucht en me even klaargemaakt. Ik moet me alleen nog even omkleden. En daarna gaan we even lekker avondeten. Gisteren waren Nessie en ik best wel moe. Toen hadden we even snel de outfit aangedaan. Toen waren we lekker avond gaan eten hier. Maar letterlijk iedereen is hier tijdens het avondeten helemaal opgedoofd. Ik zag zelfs een paar vrouwen gewoon in een galajurk daar zitten. Ik weet niet waar ze naartoe gaan daarna. Ik denk dat ze uitgaan of zo. Maar ik dacht, ik doe ook maar even mijn best. Want we waren zwaar underdressed. Wat is dat? Oh, dat is die wegwerpcamera. Zullen we een foto maken? Er is zo'n oude wegwerpcamera die we vroeger mee naar vakanties meenamen. Maar we moeten vanaf deze liggen. Probeer eens. 1, 2. Waarom doet hij het niet? Oh, jezus, man. Ja. Klaar voor? 1, 2. Ik heb heel veel outfits mee eigenlijk. Maar gisteren ben ik er achter gekomen dat ik niet echt per se heel handige outfits mee heb. Want best wel strak allemaal. En ze zitten niet echt heel erg fijn of zo. En ik had dus laatst met echt zo'n losse broekje gekocht van de H&M. En die doe ik nu eigenlijk dagelijks aan als ik even ga eten of even naar beneden ga lopen voor het ontbijt of zo. Maar de rest is echt niet fijn. Ik heb trouwens net dit erop gesmeerd voor na het zonnen. Is een Tan Maximizer en After Sun. Ik ben benieuwd. Dikke troep hier. Kon ook niet anders dan mij. Maar ik heb dus deze outfit aan. Het werkt niet. En mijn haar zit vandaag ook echt goed. Komt vast door het zeewater. Maar ik ben er echt happy mee. Dan kan ik beter vanaf nu hier al mijn outfits in laten zien. En dan sta ik er helemaal op. Wel een beetje onhandig. Het is trouwens van boohoo.com. Hij is wel echt heel erg strak bij mijn borst, moet ik zeggen. Maar ik wil heel graag, hier een foto in maken. Dus ik hou me even aan. Leuk hoor. Oh, hij bent filmpje. Hi. Hey, stukjes vloggen, leuk! Hey, mijn vogels in je onderbroek daar! Hey. Okay, wat zei je, Nes? Wat zei je? Over 10 minuten gaat de tv op, je tieten hangen eruit. Ik kruik echt een barbecue geur. Want je gaat niet echt lekker, hè? Ruikt je echt lekker, jongens? We zijn aan het barbecue waarschijnlijk. We zijn hier aan het barbecue. Yummy. Ik had jullie trouwens laatst verteld dat ik een nieuwe Ray-Ban bril heb gekocht. En dat is deze. Ik ben er zo happy mee. Ik heb hem vandaag de hele dag gedragen. Hij is echt mooi. En hij lijkt best wel op de vorige. Alleen deze is een slag groter. En die andere mist dit stukje goud, zeg maar. Ik vind hem echt heel tof. Dan is hem nog steeds bezig met filmen. Daarna gaan we even eten. Maar ik wil jullie even wat laten zien. Zien jullie de lijn van mijn bikini ook, zeg maar? Of van mijn badpak ook? Ja, zo zie je het beter. Je ziet nu een... lijn hier. Dus ik heb besloten om morgen even een bikini aan te doen, zodat ik niet rare lijnen op mijn lichaam ga krijgen. Kijk, ik heb het geluk dat ik niet zo snel bruin word, anders had ik echt nu een dikke lijn zoals Nessie heeft bij zijn broek. Heeft lekker aan het voelen. Maar dat heb ik niet. Het valt wel mee. Dus vanaf morgen een bikini. Is de Nessie dan? Heb je de Nessie nog laten zien aan hem? Nessie heeft een persoonlijkheidsstoornis. Hij heeft net aan een telefoontje gehad en nu is de peers vrolijk. Zo ben ik. Jongens, wij gaan eindelijk eten. Zo, wat is dit nou, hè? Iedereen komt langs hier lopen. Ik ga maar even filmen wat voor eten hier allemaal is. Ik weet niet of jullie het willen zien, want ik denk dat de meeste van ons al wel naar Turkije een keer zijn geweest. Maar ik ga gewoon filmen. Hier is de zoetigheid en dit is echt the best. Je mag buiten de barbecue, hoor. Ja, zo meteen hebben we... Zo gek, hè? Ja. Even een snelle rondje. Kijk, vooral heel veel zoetigheid merk ik op. Te veel. Ik heb gisteren deze gehad. Banaan met chocola. Ik zie ook elke dag vis. Heel veel voorgerechten. Het is allemaal zalm, tonijn, sardientjes volgens mij. Lekker hoor, maar ik eet het dus niet. Heel veel salades, hier ben ik echt blij mee. Hier kan je een beetje zeg maar zelf je salades samenstellen. Want er is echt zoveel keus. I love this. Ik zie hier rundvlees, rijst, boontjes.
Dit is, geen idee, deeg. Kip. Wat is aubergine, lekker man. Oh, lekker. Volgens mij is het ook aubergine. Geen idee, wat is dit? Het is vis. Het is tomaat met gehakt. Dit is mijn keuze. Ik heb gewoon vlees met aubergine en bloemkool. Ik heb salade opgeschept. Kijk hoe mooi ik het heb opgeschept. En Esme heeft een vis. Lekker. Lekker hè? Ik ben benieuwd of je die lekker gaat vinden. Ik ben ook echt benieuwd. Want als je die lekker gaat vinden, ga ik hem oppakken. Wat is dat? Die rode. Rode? Dit? Dit. Dat is ook vis. Zo, wij zijn hier lekker aan het zitten. Genieten van het weer en het eten. Het is nu 7:15. En het is alweer super donker buiten. Het gaat hier echt best wel snel. Dus heb ik net al... na mijn eerste portie heb ik net al foto's op gemaakt met Nessie gelukkig. Dus ik heb al wel mijn foto's. En nu ga ik nog even genieten van fruit. Dus ik heb voorgestoken. Een bordje met fruit gepakt. Heb je voorgestoken? Ja. Ik ga helemaal stoken. Kijk daar. Is er een rij. Daar is een hele lange rij voor de kip. En dit is niet eens kip. Wat is dit? Nou, ik weet niet. Hij zei het, maar ik wist niet wat hij zei. Kalkoen zeker. Denk het wel, ja. En ze heeft gewoon voorgestoken. Welke saus is dit? Kampioensaus. Oh, lekker. Goed dan. Is het lekker? Goed hè. Nou jongens, ik ben helemaal klaar met deze jumpsuit. Of nee, een plain suit heet het volgens mij. Want hij zakt de hele tijd af. En dan zie je de hele dit. Ik heb hier geen zin meer in. Dus ik ga me zo omkleden. En daarna gaan we vertrekken. Waarschijnlijk richting de bazaar. Dat hebben we nog niet gezien hier. We gaan eerst even een kleedje drinken, Dennis. Ja, toch? Heb je nee zin hier? Ach, het is echt heel mooi hier. Oh, dat vind ik zo'n heerlijk geluid. Zo, ik heb me even snel omgekleed en wat fijners aangedaan. En we gaan zo vertrekken. Oké, inmiddels een uurtje later. We zijn nog steeds niet vertrokken. Wij zijn op bed gaan liggen en toen heb ik alle foto's die Nessie van mij heeft genomen even op mijn mobiel gezet. Dus het is echt heel mooi tussen. Dankjewel, Nes. En ik heb er net even één geplaatst. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Voor de rest ben ik ook echt super blij met mijn wimpers. Mijn eigen wimpers. En dat ik geen nepwimpers meer hoef, want ik vind het echt veel mooier. Nes, wat vind je ervan dat ik geen nepwimpers meer heb eigenlijk? Top. Vind je het veel mooier dit? Prachtig. Nou, dat klinkt bijna sarcastisch. Nee, oprecht. Ik vind het veel mooier. Ja? Of in verschil met mijn wimpers een maand geleden en nu? Tuurlijk. Wat dan? Ja, is toch een wereld van verschil. Wat dan? De anderen waren gekke vleugels van vogelman. Ik bedoelde eigenlijk gewoon mijn eigen wimpers. Maar ik ben er echt heel blij mee. Je eigen wimpers zijn toch mooier? Ja, veel mooier. Ik zeg je heel eerlijk. Ik ben echt blij mee. Ik zag net echt iemand toevallig. En nu ga je op andere dingen letten die echt mega net wimpers op hadden. En ik dacht alleen maar van... Oh mijn god, zag ik er zo uit. Mijn batterij is bijna om. Oh. Heb je een ander batterij van mij? Ja. Nessie is altijd mijn redder in nood als het gaat om apparatuur. Hier. Oh, wat is dat? African Queen is aan de dans door. Kijken. Hey! Ik zie het er niet uit. Kijk dit jongens, het is zo mooi. Kijk één keer naar de maan. Kom een foto maken van mij. Waarom moet ik altijd foto maken? Kom nou. Oh, jongens, eindelijk vertrokken. We gaan nu een heel leuke video opnemen van Nessie. Hij wilde een hele Gucci outfit scoren in Turkije. Nep natuurlijk. We gaan geen echt Gucci outfit scoren in Turkije. En zo goedkoop mogelijk proberen te scoren. Ja, en zo goedkoop mogelijk. En dan... wil jij nog een aparte video van maken? Wil jou gaan stylen of wil je gewoon allemaal in één? Ja, denk je? Erin, in ieder geval, het wordt wel een grappige video en ik ga hem daarbij helpen. We gaan dus nu naar de bazaar en dan gaan we het even scoren. Woehoe! Wat moeten we allemaal hebben dan? Een Gucci outfit. Begrijp ik wat we hebben eerst? Ja, precies. Misschien een broekje met een shirtje of zo. Nou, lachen. Nou jongens, wij zijn nu bij de bazaar en wij zijn op zoek naar een heel foute outfit. Voor Nessie. Woehoe! Leuk hè? Ben je goed te zien. Ik ga helemaal stuk om deze jas.
We zitten te twijfelen of we nu voor Fendi moeten gaan. Nou, los van dat het zogenaamd Louis Vuitton is, vind ik het gewoon wel een mooie tas. Van Suède. Een paar uur verder, ik ben helemaal klaar met dit. Ben je er klaar mee? Ik ga blijf even zitten, ja? Jongens, we hebben echt een paar heel lelijke dingen gescoord. Mijn voeten zijn trouwens echt opgezwollen. Ik kan er bijna mijn slippers niet meer in. Nou, mijn nieuwe verslaving in Turkije hoor. Turkse koffie. Heerlijk. Dus wij hebben nu een lekker, geen alcoholische cocktail. Ik heb watermeloen en Nesma heeft strawberry. Ik vond het drankje echt een beetje te zoet. Dus ik ben maar weer voor een theetje gegaan. En toen wou ik een even, volgens mij is het op. Oké, goed, maakt niet uit. Hier wat je net opzoekt is er wel, die kat net. Nee, maar dat is een broodje. Nee, wat ik je maak. Het is een broodje, ik hoef geen brood hoor. Maakt niet uit. Dus wij zijn nu weer op hotelkamer. Nesma is lekker aan het chillen op bed. Hebben we heel graag naar de hotelkamer toe. En we gaan straks even slapen. Dus ik ga zo even mijn make-up afhalen en zo. Maar ik wil je nog even laten zien. En dat is dus dit. Ik heb dus gewoon zonnepitten gevonden. Die gekruid zijn met dezelfde kruiden van mijn lievelingschips uit Turkije. Dat is die taco baharati. Je hebt hier dus ook nacho chips van in deze smaak. En ik zie dus gewoon zonnepitten hiervan. Dus die ga ik nu even uitproberen. Oh, is het lekker man? Oh mijn god. Ik ga nog een paar zakken kopen voor in Nederland. Dus echt lekker. Ga je even van genieten. Even water pakken erbij. En daarna gewoon rustig aan eigenlijk naar bed. Dus ik ga hierbij eigenlijk ook gelijk de vlog afsluiten. En dan zie ik jullie waarschijnlijk morgen weer. Doei doeg, we hebben vanmorgen geen planning. Maar waarschijnlijk gaan we wel even ergens heen. Ik heb vandaag een oproep gedaan op mijn Instagram voor leuke dingen. En we kwamen heel veel leuke dingen tussen. Ik moet echt even water drinken. En dat gaan we even morgen doen. Maar dan zien jullie morgen weer al. Doeg! Wil je wat zeggen en zien? Nee, ik zit helemaal... Wat komt terug?